Eerst waren het alleen progressieve democraten die vonden dat Donald Trump afgezet moest worden. Maar nu nemen ook republikeinen het woord impeachment in de mond. En met iedere onthulling wordt die roep luider. Hoe werkt een presidentiële afzetting? En gaat dat met Trump gebeuren? Het afzetten van een president gaat in principe in 4 stappen. Allereerst moet een lid van het Huis van Afgevaardigden het initiatief nemen voor een impeachment. Dat is alleen maar een officiële beschuldiging van een misdaad. En daar kan een afzetting dan op volgen. Voor een impeachment kunnen 3 aanleidingen zijn. Een verdenking van landsverraad, de president heeft zich laten omkopen, of de vage categorie van andere ernstige misdaden en overtredingen. Zo nu en dan wordt zo'n procedure gestart. Vaak met weinig succes. In 2008 nog, tegen president Bush. Maar ook daar gebeurde uiteindelijk niks mee. Dan volgt stap 2. Het initiatief van het lid van het Huis van Afgevaardigden wordt doorverwezen naar een rechterlijke commissie van het huis. De meerderheid van die commissie moet voor dat initiatief stemmen. Daarna moet het ook nog gesteund worden door een meerderheid van het hele huis. Dat is stap 3. Dat is tot nu toe maar 2 keer gebeurd. Bill Clinton werd in 1998 impeached en Andrew Johnson in 1868. De enige andere president waar ooit serieus een procedure tegen is gestart is president Nixon in 1974. Maar het kwam nooit tot een stemming. Hij koos eieren voor zijn geld en trad zelf af. Omdat zo'n impeachment alleen maar een officiële beschuldiging is, bleven zowel Clinton als Johnson aan de macht. Het echte vuurwerk komt pas in de beslissende 4e ronde, die op het impeachment volgt. Een hoorzitting in de Senaat. 67 van de 100 senatoren moeten ermee akkoord gaan voor een president daadwerkelijk uit het Witte Huis gegooid wordt. Dat betekent dat zowel republikeinse als democratische senatoren akkoord moeten gaan. Zit dit er voor Trump aan te komen? Nee, zover is het nog niet. Een groepje democraten ziet een impeachment van Trump wel zitten, maar dat zijn er nog lang niet genoeg. Wel verkeert Trump in zwaar weer, met de ene na de andere onthulling rondom het Rusland-Trump-FBI-schandaal en het verklappen van geheime informatie. Republikeinse politici zoals senator John McCain beginnen stilletjes aan achter de president weg te stappen. Maar van een grote exodus uit kamp Trump is nu nog geen sprake. Volgend jaar wordt het pas echt spannend. Dan zijn er verkiezingen in het Huis van Afgevaardigden en hebben de Democraten een kans om daar een meerderheid te behalen. Niet dat progressieven nou per se zoveel geholpen zijn met een afzetting van Trump. Vicepresident Mike Pence neemt dan namelijk zijn plaats in en hij kan Trumps politiek dan gewoon voortzetten. De kans dat Trump afgezet wordt is op dit moment klein. Maar als de onthullingen in dit tempo doorgaan, kan dat veranderen.